ontvangen voor deze heel bijzondere gelegenheid. En geweldig dat deze bijeenkomst hier in Groesbeek plaats kan vinden, waar de heer Struijs sinds 2 jaar woont. En ik begrijp helemaal waarom, ik ben ook in Poort, maar het is een geweldige gemeente en u zult er geen spijt van hebben. Ik geef nu graag het woord aan onze minister, mevrouw Bijveld. Een beetje omlaag. Zo. Fijn dat u er allemaal bent en wethouder, heel erg fijn dat het ook hier kan, dat we hier mogen zijn. Dames en heren, dus veel dank dat we hier te gast mogen zijn in het mooie Rijk van Nijmegen. En ik moet eerlijkheidshalve bekennen, dit is een omgeving die mij vanuit mijn jeugd goed bekend is. Dus ik ken de regio misschien wel wat beter dan u als u er 2 jaar pas woont. Dus het voelt voor mij ook altijd weer een beetje als thuiskomen in deze buurt. Maar vandaag komt dat niet alleen door de regio, maar ook wel door de bijzondere gelegenheid. Dus mede dankzij u allen. Dus ik vind het fijn dat u er allemaal bent. En vandaag is het mooie Groesbeek. En dat ook met een hele militaire historie is doordrenkt, dat moeten we denk ik ons ook realiseren, het toneel van een hele speciale gelegenheid. En fijn dat u er toch met zoveel ook vanuit Drenthe bent gekomen. En dat u ook onderdeel wilt uitmaken van deze dag, want het is echt geen gewone dag. We hadden het er net al even met elkaar over. Het is geen dag als alle anderen. En eigenlijk had het veel eerder moeten gebeuren als je er zo naar kijkt. Maar ik ben blij dat we vandaag hier zijn. En dat is eigenlijk ook wel dankzij majoor BD Jeff Rutte. En ik vind het goed om daar ook hier nu even bij stil te staan. Jij hebt het dossier weer opgepakt, helemaal naar voren gebracht bij de commissie uiteindelijk. Dus eigenlijk vind ik dat we voor jou ook even kort moeten applaudisseren. Fijn dat je er bent. En ook aan het tafeltje vertelde je al even hoe je het hebt aangepakt. En dat is ook mooi om te weten. Vandaag zijn we namelijk hier om iets heel unieks te verankeren in ons geheugen. Dat is wat we bij dit type onderscheidingen doen. En dit is iets wat het leven van een aantal mensen, denk ik, voorgoed veranderde. Iets wat het toonbeeld is van omkijken naar een ander, zonder dat je ook je eigen belang uiteindelijk voorop stelt. Iets wat een grootse en zeer moedige daad bleek van iemand. En die iemand die zit hier voor mij links, dat is de kapitein buitendienst Struijs, Henk. En we doen het hier in Groesbeek, dat je hier uiteindelijk woont. Hij deed iets waar ik eigenlijk ongelooflijk veel bewondering voor heb, als mens, maar ook als medemens. En daarom zijn we hier bij elkaar. En dat terwijl hij zelf, en dat mag hier ook wel gezegd worden, ook het nodige persoonlijke leed in zijn leven heeft meegemaakt.